Goedemorgen iedereen, op deze zaterdag 28 maart 2020. Ik ben hier te Vogelwaarde, Zeeuws-Vlaanderen. Ik zal even een dorp gaan bezoeken waar ik nog nooit was, namelijk Grouw. Hier ook het prachtige plaatje, boerderijen, absoluut rust in de velden. Het is echt ongelooflijk, zeg. Dat is wel de sfeer van Zeeland. Het verschil tussen de drukke steden en dan even erbuiten. Het zijn hier allemaal kronkelingen in de baan. Dat is niet zo dat je even hier... in vogelvlucht gaat. Want het is wel bijzonder aangenaam. Ik zeg, voor de fietsen, het is echt ideaal. Ik ben hier aan de Polvestraat. Ik zeg, die GPS heeft ook wel niet altijd de kortste route. Je moet ook wel even kijken, want ik zeg, de polderroutes worden soms een keer overgeslaan. Dus hier de Polvestraat zou nog een viertal kilometer zijn naar Grouw. Hier aankomst Schelde Vaartshoek. Sla rechtsaf naar de Schenkeldijk. Oké, het is duidelijk. Rechtsaf. Schenkeldijk. Over 200 meter sla linksaf naar de Oude Grouwse Dijk. Er komen al benamingen met Grouw erin, dus we zijn op een goede pad. Ja, hier is het echt puur Zeeland. Ik zeg, er is niets rond. Het is echt puur weide. Er staan geen borden van zoveel kilometer naar Hulst of waar dan ook. Zeg je echt volledig in de buiten. Ik heb hier aan de rechterkant zicht op een dorp, dus ik vermoed dat dat Grouw is. Nog een goede 2 kilometer afstand. Het is absoluut een aanrader hier. Over 200 meter sla rechtsaf naar de Grouwse Dijk. Ja. Als er betere tijden komen van, voor sportclubs en zo hier te fietsen. Ik zeg, het is prachtig de streek hier aan deze kanten. En er is ook veel wind. Ik zeg, voor de training is dat wel ideaal, tegen wind en zo. Dus hier rechtsaf. Er is wel veel te weinig. Sla rechtsaf naar de Grouwse Dijk. Wegmarkeringen en zo hier, dat zou er wel mogen bijkomen. Hier staat gewoon nog niets. Ja, hier Grouwse Dijk. Ja, dat was de oude Grouwse Dijk en niet de Grouwse Dijk. Ingang is gewoon een beetje zoals bij de dorpen Vogelwaarde. Als je van de N290 komt en dan ook die 2 kilometer route om naar het dorp te gaan, een beetje dezelfde stijl. Recht voor ons heb je ook de kerncentrale. Met die kerncentrale kan je ook altijd op richten.
beste mensen hier, aankomst Roo, dus die afhangt van de gemeente Hulst. Dus hier het bord Roo. Er is hier veel wind, het is ook normaal, ik zeg de Westerschelde. Is hier vlakbij, het is een open plaats. Ja, de streek ziet er wel ideaal uit voor iemand die in een drukke omgeving werkt en zo, en die even rust wil. Dus laat ons zeggen, even buiten de stad, buiten de drukte, is hier toch wel duidelijk die complete rust, die de mogelijkheid om te zeggen, ik ben even weg van alles. Maar kijk, het dorp, als je naar links hier kijkt, het is gewoon een landschap. Dan verder de dijk met de Westerschelde. De locatie van het voetbalveld, want ik heb dus gelezen in de krant, het is al een tijdje geleden, dat de Inhulst logo hier staat in grauw. Ik vermoed wel dat het voetbalveld aan de andere kant is, maar omgeven, ik kan nog even hier een stuk van het dorp filmen. Nog het centrum gaan, ik zie daar ook even aan de rechterkant de kerk. Veel wind, helaas. Over 200 meter sla rechtsaf naar het dorpsplein. Ik zal die even uitdoen. Het is ook een feit, één keer dat je de route doet, ik zeg de tweede keer dat je gaat, ken je die van buiten. En dan neem je ook wel betere routes, wat ik zeg, die GPS gaat meestal via de hoofdwegen. Ik zeg de polderwegen. Kan je vaak sneller op je bestemming zijn. Hier is een beetje de gelijkenis ook met een Frans dorp. Heel, ik zag alle soorten oude huisjes ook. Wat is dat hier? Dorpsplein naar rechts. Ah, hier hebben we een bord. Ja, Hulst 8 kilometer. En dan hier het verdronken land van Zeeftingen 4, Zandberg 3. Ja, ik zeg het eerste bord dat ik hier tegenkom. En daar heb je ook een benzinestation voor de uitgang van Grauw. Ja. Herberg de Grauw. We gaan hier naar het centrum. Ja, hier de kerktoren. Ja, het is een beetje de stijl van Vogelwaarde, zoals we kennen, nee, de kerk. Rapenburg, natuurlijk, hier zal het wel minder druk zijn. Komt er geen vrachtverkeer zoals in Rapenburg. Gemeenschapshuis. Kunstgalerij, ja, het is wel, hier zijn zaken, er is beweging hier ook, ik zeg, alles is voorzien. En hier ook een blijkbare school. Ter Doest. Het is hier toch wel een busgehaltetje. Ah, dat is de buurtbus, de 589 buurtbus. Dus die buurtbus, die
een Hulst busstation staat, die nu niet rijdt, wegens de coronamaatregelen, kan dat busje niet rijden, want er is geen instapmogelijkheid achteraan het busje. Dus ook zie ik hier 589, ja. Ook geen evidente zaak om hier te komen. Wat ik zeg, die buurtbus rijdt in de week tot 17 uur. Dat is één buurtbus per uur. Of soms ook even minder nog. En ik zeg, de enige mogelijkheid. Ik zeg 8 kilometer van Hulst, maar het is hier nog moeilijker op het gebied van openbaar vervoer. Voilà, ik kom hier aan een uitrit. Nog altijd hier in de Dorpstraat. Nou, hier de voetbalvelden. Voilà, ik zie hem er al staan, de Inhulst. Ja man, iedereen zegt, waar staat de Inhulst? Op mijn video's over Hulst komt hij er niet meer in voor. Nee? Maar dat is ook een zeer goed initiatief van de stad, van die Inhulst hier te verplaatsen. En dat is ook, dat biedt ook creativiteit, mensen die samenkomen. Het is allemaal van sociaal belang. Voilà, beste mensen, de Inhulst. We hebben hem terug te pakken. Hier mooi geplaatst. Recht over de voetbalvelden. Te grauw. Ja, het is ook wel nog een serieus stuk als je dat van dichtbij beziet. Dit logo, monument als je wilt, of ja, logo van de stad. Het is een groot stuk. Het is geen monument, hé. Laat ons zeggen, ja, de juiste benaming zou ik nu niet kunnen geven. De mascotte, of wat dan ook, hé. Maar ik zeg, het is toch wel mooi. Hé. Dus nogmaals hier, de Inhulst, te grauw. En dus aan de linkerkant, de voetbalvelden hier. Ook een beetje te vergelijken als de Vogelwaarde, die zijn voetbalvelden heeft. Het dorp ziet er best gezellig uit. Ik zeg, je hebt ook nog links en rechts wat woningen. Ik zeg, er zijn wel 1000 inwoners, dus het is toch wel een halve Vogelwaarde als je wilt. Ik zeg, daar zijn er 2000. En dan ook hier de mogelijkheden om sport te doen. Ik zeg, hier is het ook ideaal om te fietsen, om te joggen. Ik zeg, de vrijheid van het landschap, de Westerschelde dichtbij. En hier Sportpark De Boomwei. Hier ben ik terug aan een uitgang van Grauw. Ah, hier is er wel een betere markering van de ingang. Dat hangt er natuurlijk vanaf. Ah, hier is het wel leuk. Hier, welkom in Grauw. En ook... met deze mooie Hollandse fiets. Welkom bij Art en Route. Ja, dat is misschien ook wel voor die artistieke lokaal die daar is in het dorp. Het is een mooie presentatie. Welkom bij Grauw. Voilà, beste mensen, ik heb Grauw gevonden. Ja, ik zal waarschijnlijk wel de volgende keer een betere route uitstippelen, maar ik weet niet of dat wel mijn perfecte, kortste route was vanuit Vogelwaarde. Want het was via de GPS van de telefoon.
En daar dus uitgang Rouw. Ook een transportbedrijf. Voilà, dat is de klassieke wegmarkeren die we kennen in ieder dorp. Maar het is wel een feit, als je naar Rouw gaat, dat er toch wel te weinig borden zijn. Hè? Ik zeg, je weet gewoon niet waar je bent als je nu zonder GPS zou rijden. Voilà, en hier, zoals in ieder dorp, de bekende wegmarkering hier. Allee. Dorpsmarkering, Rouw, die afhangt van de gemeente Hulst. Voilà, beste mensen, dat was het hier even. Mijn tocht naar Rouw, ik zou zeggen. Zorg voor uw gezondheid en tot later.